9 om 19. Als je gezellig marshmallows wilt eten. Ho, 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 ho. Wat gaan we doen? Dit eten? Nee, die kan je niet zo opeten. Dat is heiligschennis. Waarom? Dat mag bij ons thuis ook gewoon. Ja, nou, ik heb ze gekocht voor de outdoor. Outdoor? Ja. Hey, hallo. Waar ga je naartoe met die zak? Nou. Ik ben toch outdoor? Nee, Floor. Marshmallows moet je roosteren. Op een kampvuur. Kom. Deze schuur is echt veel te klein. Veel te veel zooi. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Oh ja, hout. Daar zijn weer de aanmaakblokjes. Hé, hey, hallo. Dat is lang geleden. Dat zijn geen aanmaakblokjes, Jan. Nee, dit is nou een liefde voor mij, hè? Ga je die in de fik steken? Nee, die gaan we opzetten. Oké. Ah, die tent die muur is van mij. Nee, hij is een tijdje niet gebruikt. Het waait er zo wel uit. Toen ik vroeger nog een kleine jongen was, gingen wij dus heel vaak kamperen. Hè? Ik weet nog dat ik deze net nieuw had. Toen gingen we kamperen in Frankrijk. Zo midden in het bos aan een prachtig meer. Hè? Kon je zo vanuit de tent kon je zo water induiken. Echt heerlijk. S'avonds zelf broodjes bakken. Op een stok aan het kampvuur. En enge verhalen vertellen natuurlijk. Oké. Cool. Ja, dat is zeker cool. Ja, het is dat je moeder niet van houdt, hè? Anders hadden we deze jongen al veel vaker van stal gehaald. Hoezo? Wat zou ik zeggen? Kamperen is niet voor iedereen weggelegd. Nou, je moet wel een beetje tegen een stootje kunnen. Maar jullie kunnen wel tegen een stootje, toch? Ja, weet ik veel. Moeten we nu eerst het grondzeil op de grond leggen. Oh, jongens, wacht. Je moet er nu niet allemaal dingen door elkaar heen gaan doen. Het is belangrijk dat we de juiste volgorde aanhouden, ja? Dus Floor, leg die stok maar even weg. Nou, wanneer gaan we nou marshmallows eten? Als de tent staat, ja? Wanneer staat de tent? Ja, Floor, dat duurt gewoon even. Oké? Het zou in ieder geval enorm helpen als jullie niet de hele tijd zo in de weg lopen. Ik loop geen eens, ik sta hier gewoon. Ga ons even, of jullie vast de matjes halen en de slaapzakken, dan bouw ik hier even de basis. Hé, ho, wat gaan jullie met die poef doen? Kamperen. Oh? Ja, mijn vader is een tent aan het opzetten en we gaan zo meteen ook nog een kampvuur maken, marshmallows roosteren en zo. En enge verhalen vertellen. Oké. En lukt het je vader een beetje met het opzetten van die tent? Zo, Jan. Nog een echte oude Pirola. Kenner. Die heb ik lang niet meer gezien. Nee, dit is echt nog een ouwetje hoor. Kijk eens. Hey. Ja. Je mag niet aan die stok zitten. Moet eens kijken, jullie. Dit is nog echt ouderwetse kwaliteit, hè? Dat is nog eens wat anders dan die goedkope plastic troep van tegenwoordig. Nou, hier. Precies. Hier, buitentent. Yes. Nou, hier. Binnentent. Kan jij de andere kant pakken? Moet een dunne nemen. Ja, deze. Neem ik kort en fel. Nee, lukt niet. Jij? Kijk, ik moet korte, felle klapjes doen. Oh ja. Ja, hier zit een rits. Ja, maar hier ook.
Ja, en hier zit ook de luifel, kijk maar. Nee, maar dit is ook een luifel, toch? Wat? Hier, kijk. Hoe lang duurt het nog? Nee, die is vast. Mijn maag wil marshmallows. Mijn ook. Steek jij hem in het gat? Ja, oké. Okay. Hou hem op dan, hè? Ja. Nee, deze. Kijk, ja. Oh, nee, Floor, leg eens even terug. Even terugleggen. Nee, eerst moet de tent staan, dan gaan we pas marshmallows eten. Ja, kamperen is echt super dom. Nee, kamperen is niet super dom. Kamperen is juist super gaaf. Hartstikke gaaf. Hé, dames, we moeten nog heel even doorzetten en dan kunnen we lekker genieten. Ja, ik wil niet doorzetten. Ik wil gewoon die marshmallows eten. En daar heb ik die stinktent niet bij nodig. Jawel. En het is helemaal geen stinktent. Stinktent? Zo horen tenten te ruiken. Dat hoort erbij. Dat hoort zo. En hard werken hoort er ook erbij, hè, dames. Nou, kom op. Jullie kunnen toch ook een beetje tegen een stootje? Huh? Kan toch wel tegen een stootje? Kijk, ben jij erin? Ja. Nou, kennen jullie dus niet tegen een stootje? Nee, precies. Nou, heel jammer hoor, dit. Ja, dat is echt jammer. Wat zitten jullie nou binnen te hangen? Ja, we wilden marshmallows roosteren, maar toen moest papa eerst nog een tent opzetten en daar is je al nu een uur mee bezig. Oh ja, en papa zegt dat jij nooit wil kamperen. Omdat je niet tegen een stootje kunt. Oh, zegt papa dat? Ja. Nee, geef maar. Hier met die zak. Nee. Die gaan we niet ongeroosterd eten, dat is heiligschennis. Wij gaan nu eerst rustig een vuurtje bouwen op de ouderwetse manier en dan gaan we roosteren. Ja, roosteren. Ja, het zijn een uur geleden ook al. Jan. Nee, niet Jan. Dit is een belangrijke levensles. Ja? Ze moet leren dat je soms hard moet werken voordat je lekker kunt genieten. Ja. Eerst werken. Ja. Het is goed met je. Het is goed met je. Nou, oké, dan eten Jaap en ik die marshmallows zelf al op. Ja, eten ze zelf. Ja. Met die hamer? Gaan ze onze marshmallows opeten? Ja. Jongens? Niet getreurd. Yes! Zou je het echt even genieten, hè? Nou. Nou, gelukkig zit het hier wel lekker droog, hè? Ja. Ik vind het altijd wel gezellig, hoor. Een beetje regen op de tent. Wie is daar? Vroeg het meisje angstig. Maar ze hoorde alleen maar... Boom. Irma! Kijk, waar kunnen ze niet tegen een stootje? Nou... Dat is een leermoment, toch? Okay. Ja, dat is wel goed. Regel 19. Als je gezellig marshmallows wilt eten, kun je het beste indoor roosteren.